Ja, beste mensen, we staan hier voor 8740, het nieuwe vlaggenschip van Massey Ferguson, van MF. 8740, 405 pk, haalt hij uit een 8,4 liter 8-kop power motor. Daar gebruiken we SCR alleen voor, dus gewoon pure kracht altijd tot je beschikking. Wat verder nieuw is aan deze trekker is de touchscreen terminal Datatronic 5, zoals we hem zo meteen binnen gaan bekijken even. Je ziet hier verder de nieuwe LED-verlichting. 44.000 lumens dik, deze trekker haalt dus gewoon een bult licht. Ja, verder kenmerkt deze trekker door de enorme comfortabele cabine, 4-punts geveerd. Grote banden kunnen eronder, het is gewoon echt een krachtpakket. In Nederland vooral goed te gebruiken voor loonbedrijven die veel transport doen, mesttransport. Enorm zuinig, enorm comfortabel, het is gewoon een dikke bul van een trekker. We zien hier de nieuwe Datatronic 5, zoals ik net al zei. Touchscreen terminal, 9 inch. Voelt net aan als een iPad. Je kunt hem ook gebruiken als een iPad. We kunnen heen en weer swipen tussen de verschillende schermen. We zien hier het basisscherm van de trekker. We hebben heel snel toegang tot bijvoorbeeld die hefinrichting. Instellingen kunnen we wijzigen. Hydrauliekventielen toewijzen, doorstroomhoeveelheid instellen. Gewoon met een hand omdraaien en je bent er. Het basisscherm van de trekker, hier zien we het GPS-scherm, volledig autoguide voorbereid te krijgen vanaf fabriek. Dit is de MF GPS, verschillende keuzes aan ontvangers, dus gewoon helemaal klaar voor de toekomst met sectiecontrole, variabele afgifte. Isobus terminal, ja, we zitten geen werktuigen aan, maar die kunnen zo heen en weer swipen. Wil je nou twee verschillende weergaves hebben, dan drukken we hierop. En dan zie je hier bijvoorbeeld je hydrauliekventielen, rechts het GPS-systeem. En hier kunnen we ook nog andere weergaves pakken. Deze toetsen die kunnen we toewijzen van welk ventiel ik hier bijvoorbeeld op wil hebben. Dat is gewoon een simpele kwestie van zeggen van de ventiel 2 of 4 of de frontheffenrichting. Maakt allemaal niet uit. Deze joystick, twee dubbelwerkende ventielen zitten erop. En ik kan ook de H3 en H4 knopjes zeggen van god man, ik wil hier bijvoorbeeld een stuurautomaat mee activeren. Dat doet hij nu even niet, maar dat kan allemaal. Hydrauliekventiel, noem maar op. Externe toewijzing achter, welk ventiel ik achter wil bedienen buiten op het spatbord. Dat is helemaal vrij toewijsbaar. Gebruiken we een Isobus werktuig, dan kun je hier op de multipad ook functies gaan bedienen van het werktuig. Ja, dus het krachtpakket van MF, een bul van een trekker. Bent u nou geïnteresseerd in zo'n trekker? Ik heb veel transport, veel trekwerk, grote loonwerken, akkerbouwen, noem maar op. We kunnen alles met deze trekker van 270 tot 405 pk. Heeft u interesse, schroom niet contact op te nemen met de dealer. We hebben een aantal trekkers beschikbaar voor proefrit. Dus toon gerust interesse en kom langs. U bent van harte welkom.